Hele goede middag al. Leuk te kijken naar een hele nieuwe video. Wij zijn al aardig opgeschoten. We zijn al aardig eentje weg van Rotenburg. We gaan niet ieder dorp bekijken of bezichtigen. Maar deze was zeker de moeite waard. Ze noemen het ook wel de parel van de Romantische Strasse. Het is een ommuurde stad, genaamd Dinkelbühl. Die gaan we even bekijken vandaag. We lopen nu door Dinkelbühl en je kan het eigenlijk al een beetje vergelijken met Rotenburg op die Tauber. Het enige verschil is dat Rotenburg ontiegelijk toeristisch is en hier vele malen minder. Hier achter deze muur staan wij geparkeerd. Je kan er gewoon gratis parkeren met de auto. Kleine campje kunnen er ook staan, dus dat is helemaal mooi. En dan steek je zo hier het water over en je staat in een dorp. Het is minder toeristisch, dus er zijn ook minder winkeltjes, maar het is wel erg leuk, al die gekleurde huisjes. Ja. Dat heeft denk ik ook waarom de Romantische Straat zo heet. Al die vakwerkhuisjes, kleurtjes, ja. Allemaal luikjes. Ja, want het straatbeeld wordt wel mooi gemaakt door alle huizen. Want iedere huis heeft helemaal een eigen kleur en dat maakt het toch wel speels, maar ook iets vrolijks. Ja, ik vind het wel leuk. Wij ook. Want ik ook. Wij ook. Hoeveel personen ben jij? We gaan door. Nou, wij hebben vandaag ongeveer 100 kilometer van de Romantische Strasse gereden en zijn uitgekomen in het plaatsje Harberg. Het is een kasteeldorpje en we staan op de campplaats vanavond naast Harberg. En we hebben echt een fantastisch mooi plekje. Het is een mixed parking, maar ik wil zeggen, daar is Harberg. En wij staan voor 8 euro per nacht met stroom, hier echt letterlijk naast het kasteel. Het kasteel kan je bezoeken en ook de kasteelstijlen zijn gratis. Het kasteel zelf is betaald. Maar goed, met Hoki erbij kan het helaas niet. Hoki mag helaas niet mee naar binnen. Dus dat gaan we dan morgen niet doen. Maar we gaan wel de kasteeltuin bekijken en het plaatsje zelf ook. En daarna gaan we even kijken wat we dan gaan doen. Maar ik moet zeggen, het is echt wel een mooi uitzicht zo op het kasteel. Ik ga eens even kijken of ik zo meteen nog even wat dronebeelden kan maken van het kasteel. En dan zien we wel weer verder. Ik wil even terugkomen op die automaat van 8 euro. Kijk, we hebben hier een automaat staan. En hier zie je staan dat het dus 8 euro kost voor één dag. Wat heb ik net gedaan? Ik heb gewoon 8 euro in de automaat gegooid. En toen kreeg ik op het kaartje. En toen zag ik dat ik voor anderhalf dag betaald had. Het kost namelijk 5 euro per dag. En ik heb er gewoon 18 euro in gegooid. En toen keek ik op het kaartje. Hé, we zijn 2 dagen verder. Hoe kan dat? Nou, hier staat ook een kaart. Hier staat zeg maar een knopje. Speciaal voor campers. En langer dan 5,50 meter kost dat zeg maar 8 euro. Wij zijn geen 5,50 meter, we zijn 5 meter. Ik had het knopje ook helemaal niet gezien. Dus ik heb er gewoon 8 euro in gegooid. En op het groene knopje gedrukt.
En toen heb ik toen mijn kaartje gekregen. Nou goed, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ik zeg, we gaan dan blijven hier vannacht even slapen. En dan gaan wij morgen het stadje bekijken. En dan gaan wij de dag daarna gaan wij dan weer verder. Dus in principe staan wij maar voor 4 euro per nacht met stroom. Dus nou, misschien is dat een beetje een grijs gebied op dit moment. Dus mocht je een klein busje hebben of een camper onder de, meter, of onder de 5,50 meter, hè, vaak die 5,40 meter busjes, dan kan je in principe voor 4 euro per nacht staan als je er 8 euro in gooit. Dus heb je voldoende tijd om het dorpje zelf te bekijken. En dan is het eigenlijk bijna gratis. Een hele goedemorgen mensen. Wij hebben ons nachtje gehad hier bij Harburg. En we gaan nu het plaatsje Harburg bekijken met bij het, ook het kasteel en de kasteeltuin. Het belooft weer een fantastische dag te worden met het weer. Eigenlijk is het nu al warm, bedoelt hij. Ja, het is 10 uur 's ochtends en de zon brandt door heerlijk op onze armen. Vandaar ook mijn pet en een zonnebril. Nou, we lopen eerst even naar het plaatsje Harburg zelf, het dorpje. En dan gaan we zo meteen gaan we weer omhoog lopen en dan doen we het kasteel. En dan loop je hier over een klein geitenpaadje naar beneden. En als het goed is ben je binnen een paar honderd meter ben je in het dorp. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. En ook het kasteel namelijk, want dat vind ik wel erg mooi. Dan loop je echt mooi langs het kasteel. En je kijkt echt tegenop. Hoog boven het dorp uit. Dan de camera een beetje bijdraaien. Nou, wij zijn bijna beneden. We konden eigenlijk 2 routes kiezen. Zagen we beneden pas. We konden de panoramaroute nemen. Die was 10 minuten lopen. Die hebben wij gekozen. En we konden direct de route nemen. Naar boven naar het kasteel. Dus ik denk dat we terugweg de korte route nemen. Direct naar het kasteel toe. Maar nu gaan we eens even Harburg bekijken. Op deze brug. We zijn net via de panoramaroute naar de parkeerplaats gelopen. Vanaf de parkeerplaats gelopen, daar staan we de camper. Nu gaan we de andere kant kijken en dan gaan we kijken of we de tuin kunnen bekijken van het kasteel. Hoogje mag niet in het kasteel zelf, dus we gaan kijken of je wel in de tuin mag. Nou, mocht je nou in de toekomst zin hebben om de Romantische Strasse te fietsen, dan kan dat ook. Hij is 40 kilometer langer dan met de auto. Hij is 500 meter lang. En hier zie je in ieder geval de route hoe je moet rijden. Dus voor de sportieveling onder ons kan je de Romantische Strasse ook rijden met de fiets. Wij zijn nu hier
En daar zijn wij nu. Dus we hebben nog een stukje te gaan. Voordat we hier zijn. Ja. En dan gaan we weer terug omhoog. We gaan naar het kasteel. En dan gaan we het nog even bekijken. Nou, we zitten midden op de groep bij een klein cafeetje. Het is een heel schattig klein cafeetje. Er grunt er een dame. Hij is ook net open. De tafels staan nog op de brug om klaargezet te worden. Ja, maar zelf al tijd voor ons. Ja. En, ze moesten de geldbusje halen, dus we gaan zo meteen wat betalen. Ik heb een heerlijke plaattaart van... Een spraakgenaar voor Hollandisch. Hollandisch, ja. Dus ik ken je zo in Hollandisch. Ik zoek ik hem. Ja, nou, kijk probleem. We hebben een plaattaart. We denken dat het pruimen of perziken zijn. Ik denk pruimen, want het is wel pruimentijd. Ja. We hebben ze al heel veel in bomen zien. En in de winkels zien we ook een... Ja. En ik heb natuurlijk gewoon een echte Duitse Zwarzwalder kiertaart. En waarom hebben we dit taartje? Nou, we waren van de week natuurlijk... vorige week, wanneer is het alweer? Ja, een tijdje geleden. Ja. We waren 8 jaar getrouwd en toen kregen we een donatie om een lekker taartje te gaan eten. Dus vandaar zitten we hier heerlijk aan het taartje. Ja. Dus dankjewel Connie voor dit en Sjoerd. En Sjoerd natuurlijk ook. Heerlijke taartje. Ja. We genieten er helemaal van. Zeker. Toch? Ja, helemaal. Ja. Okay. Nou, we hebben een heerlijk taartje gegeten. En er zat ook iemand naast ons. Jullie hoorden er net al doorheen kletsen. Maar, deze dame had het erg naar haar zin. Dus we hebben gezellig met haar gekletst. Maar toen we aankwamen zat ze al aan een lekker stuk taart met koffie. De Zwarzwaldse kiertaarten. En toen wij ook nog wat bestelden, zag ze dat ik een ander taartje had. Dus die heeft ze ook maar besteld. Ja, en nog een half liter bier. En daarna nog een half liter bier. Dus ze had het erg naar haar zin. En het is nu 11 uur 's morgens, dus het is mooi op tijd voor dat biertje. Ja. Maar we hebben even lekker gekletst. En, ja, een echt, gezellige dame. Het was echt een heel oud vrouwtje. Helemaal dik ingepakt met een muts en een dikke winterjas aan, handschoen aan. Dus... ja, dat was wel, dat had echt reuze aan de zin inderdaad. Dat was een bijzondere ervaring. Ja. Maar wel leuk om zo met de mensen te kletsen onderweg. Ja. Zo leer je nog eens wat van de omgeving en van de mensen. Ik heb er niet heel veel van verstaan en van begrepen, maar wat ze zeiden was wel... Ja, want ze had een bepaald accent en soms praat ze binnen het mond. Dus we konden niet alles volgen, maar de meeste konden we wel volgen. Ja. Dus en Hoogie had uiteraard chance. Dat vond ik helemaal geweldig. Ja, dat is belangrijk. Ja. Dan gaan we nu weer lekker naar boven lopen. Nou ja, we hebben nu een goede vulling om naar boven te kunnen lopen inderdaad. Want heel dat taartje dat... Ja, ook hier ondertussen in de schaduw gaan zitten. Want het duurt hem te lang. Ja, wij gaan even naar boven lopen en dan gaan we daar het kasteel bekijken. Dus let's go. Nou, we hebben even twee kaartjes gekocht. Het kostte €3,50 per persoon. De hond mag grotendeels mee, op twee gebieden na niet. Maar op puntje 2 en puntje 5 mag de hond niet meer naar binnen. Maar dan wisselen we even af. Dan blijft de ene even wachten buiten en dan kan de andere naar binnen. En we gaan zo even het kasteel bekijken. Ja, en Guido gaat daar eerst even naar binnen en ik blijf even wachten. Helemaal goed.
Nou, we hebben een kleine rondleiding gedaan over de, hoe heet het eigenlijk hier? Binnenplaats. Over de binnenplaats. Het is een heel klein binnenplaats eigenlijk, want als je binnenkomt zie je bijna alles al. Ja. Als je meer wil zien, moet je eigenlijk een georganiseerde rondleiding doen. Dan mag je de gebouwen in. Kosten €5. Ja, die komt er dan nog bij, maar daar mag Hogie niet mee. Nee. Dus wij hebben alleen de binnenplaats gedaan, maar eigenlijk vind ik het jammer dat je zo weinig kan zien. Je ziet alleen de buitenkanten van de gebouwen en ik wilde net de kerk ingaan, moest ik er eigenlijk uit, want de rondleiding kwam eraan. En dan mag je niet binnen blijven, want dan zou je stiekem mee kunnen luisteren. Ja. Dat is echt Duits, hè? De regeltjes. Ja, ze hebben rondom een loopgang, dat je helemaal rondom kan lopen met een lift, maar die doet het ook niet, dus we kunnen ook niet rondom het kasteel op de muur lopen. Nee, het is wel het best bewaarde kasteel van Duitsland, of een van de best bewaarde kastelen van Duitsland. Zuid-Duitsland. Ja, €3,50 waard. Maar nou, niet echt, maar het is wel leuk dat het er zo goed uitziet, ja. Maar dan hadden we graag ook eventjes binnen kunnen kijken of over de muur kunnen lopen. In ieder geval iets meer dan alleen deze binnenplaats. Ja. Ja. Want deze zie je ook binnen 5 minuten ben je klaar. Ja. Dus dat is wel zo jammer. Ja, nou, nu gaan we waarschijnlijk terug naar de camper. En ik denk dat we wel doorgaan naar een volgende plaatsje. Om hier nog een hele dag te blijven staan op die bakplaat. Nee, daar is het te warm voor. Is te warm voor, inderdaad. Ja. Het is onderhand alweer avond. En we hebben vandaag een heel groot stuk gereden. We hebben delen van de romantische trassen gevolgd, maar ook weer niet. We hebben ook wel een paar keer een bordje verkeerd of niet gevonden. Zijn we doorgereden, moesten we keren. Hebben we de Google Maps bijgepakt. En uiteindelijk zijn wij aanbeland in Landsberg. We staan op een mixed parking. Kostte €10 voor 24 uur. Er is officieel plek voor 10 of 8 campers. Ja. Maar overdag is het een mixed parking. En 's avonds wordt overgenomen. En wordt het een sirenepark. We staan 35 onder. 35 campers op dit moment. En het is nu 6:30 of 7 uur. Dus we kunnen er nog wel een paar bij. Het Landsberg op zich is een klein plaatsje en ze hebben hele bijzondere watertrappen of watervallen. En daarvoor komen we hier. En daarvoor komen we hier inderdaad. En dan gaan we even kijken of we ze kunnen vinden. Ja, precies. En we zijn expres wat later in de avond, want het is zo warm overdag dat Hobie het ook niet leuk vond en wij eigenlijk ook niet om door een stad te lopen. Dus nu is het lekker avond, de temperatuur is gezakt, dus het is wel een mooie gelegenheid om een stadswandeling te maken. Ja, en zelfs nu nog in de zon is het nog steeds warm hoor, dus we blijven veel mogelijk in de schaduw lopen. Zoals je kunt zien hebben wij de trapwatervallen van Landsberg kunnen vinden of gevonden. En met deze zeggen we in ieder geval een hele fijne avond en tot morgen. Tot morgen.